Dag dames en heren, allereerst de beste wensen voor 2024. Ja, dat nieuwe jaar is, net zoals het oude jaar, ontzettend nat begonnen. Gisteren vielen er al vrij veel buien en ook vandaag regent het op veel plaatsen lange tijd. Afgelopen nacht viel er her en der al zo'n 20 mm regen. En ook vanmiddag en vanavond valt op veel plaatsen 10 tot 20 mm. Ja, en het hoge water, met name in het rivierengebied, ja, dat blijft voorlopig nog wel standhouden. Heel langzaamaan zal dat waterpeil wel wat zakken. Maar er zit wel een drogere periode aan te komen, waardoor we binnenkort van dit soort plaatjes waarschijnlijk af zullen zijn. Nou, en behalve nat is het ook bijzonder zacht buiten. Temperaturen vanmiddag van 12 en lokaal zelfs 13 graden. Nou, dat zijn waarden die we de afgelopen week vaker hebben gezien. En dat heeft tot gevolg dat de natuur her en der al een beetje begint uit te lopen. Er zullen mensen zijn die ook al wat hooikoortsklachten ervaren. Nou, dat komt natuurlijk door dat zachte weer. Maar ook dat gaat geleidelijk aan wel veranderen de komende tijd. We krijgen namelijk te maken met een wat meer noordoostelijke stroming. Maar voordat het zover is, hebben we te maken met lage drukgebieden. Verschillende gebieden met regen en bewolking trekken over onze omgeving. Geleidelijk aan wordt die neerslag wel wat meer buiig van karakter. Dat zal vooral morgen en donderdag het geval zijn. En dat betekent dat tussendoor ook af en toe de zon even zal doorbreken. Nou, in de loop van donderdag, en dat zal vooral vrijdag gebeuren, dan trekt een nieuw gebied met regen over onze omgeving. Daarachter, dan steekt die noordoostelijke wind op met geleidelijk de aanvoer van koudere lucht vanaf het weekend. Nou, voordat het zover is, hebben we dus eerst nog te maken met vrij onstuimig weer. Vanavond en vannacht krijgen we zelfs korte tijd te maken met een storm. Dat zal met name in het noordelijk en noordwestelijk kustgebied het geval zijn. Daar worden windstoten verwacht van ruim 100 km per uur en op de Wadden misschien zelfs wel 115 tot 120 km per uur. Het zwaartepunt daarvan valt zo'n beetje tussen 12 en 3 uur vannacht en daarna neemt de wind vrij snel weer in kracht af. Verder in het binnenland en met name in het zuiden valt het over het algemeen wel mee met de wind. Vooral in het noordwesten vannacht dus. Kans op zware, mogelijk zeer zware windstoten. Elders een windkracht 4 tot 6. En daarbij geregeld regen. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten langzaam droger. En het zuiden krijgt dan misschien nog een paar opklaringen tegen het eind van de nacht. Het blijft verder zacht met temperaturen rond een graad of 9. En ook morgen is het zacht. Dubbele cijfers op de thermometers. 10 graden in het noordelijk kustgebied. En 12, misschien lokaal zelfs wel 13 graden in het zuidoosten van het land. Nou, daarbij schijnt dus af en toe de zon. Maar er trekken ook buien over het land. En met name in het midden en zuiden van het land kunnen dat lokaal stevige buien zijn. Met kans op hagel en later op de dag mogelijk ook onweer. De wind neemt geleidelijk in kracht af. In de ochtend waait het nog matig tot krachtig en aan de kust af en toe hard, met name in het noordwesten van het land. Maar in de loop van de dag zwakt die wind dus langzaam wat af. Gaan we dan vooruitkijken, dan zien we dat met name donderdag en vrijdag nog wel natte dagen worden met vrij veel regen. Maar daarna volgt dus die weersverbetering met langzaamaan droog weer, meer ruimte voor de zon en temperaturen die flink omlaag gaan. Overdag komt de temperatuur na het weekend nog maar net boven het vriespunt uit en tijdens de nachten gaat het vriezen. Veelal licht, maar in het binnenland is lokaal ook matige vorst mogelijk begin volgende week. Dat zien we ook terug op de temperatuurpluim. Een aantal koude nachten met temperaturen rond de min 5. Overdag waardes net boven het vriespunt. Maar in de loop van volgende week lijkt die kou alweer langzaam getemperd te worden en gaan we weer meer richting normale waarden voor deze tijd van het jaar. Ik wens u nog een mooie dag.